We zijn vandaag weer bij DVS. En waarom zijn we bij DVS? We hebben vandaag een paar filmpjes opgenomen. Een vereniging wordt gedreven door vrijwilligers. En vrijwilligers is waar het vaak, of nou, vaak aan schort. Er zijn er wel genoeg. Maar ja, daar kun je er niet genoeg van hebben. Hier voor de camera staat Martijn. Ik heb net kennis met hem gemaakt. Martijn, voor degenen die jou nog niet kennen. Wie ben je en wat doe jij bij DVS? Nou ja, ik ben Martijn van Beek. Ik ben een wetssecretaris bij deze mooie vereniging. En ja, waar hou ik me voornamelijk mee bezig is het alles regelen rondom een wedstrijd. Denk aan het regelen van oefenwedstrijden. Denk aan het verplaatsen van wedstrijden. Hè. We proberen alles. We zijn als het ware een hele belangrijke spin in het web van deze vereniging. En doe je dat helemaal alleen of heb je daar mensen om je heen? Momenteel hebben we een team van 5 à 6 man. En dan regelen we eigenlijk alles met elkaar. Hè, dat gaat van het inplannen van een kleedkamer en een veld. En dat gaat tot met het regelen van een scheidsrechter heel ver. Hey, we hadden het net over vrijwilligers nodig. Dat team is compleet of gaan daar mensen weg of komen er mensen, moeten daar mensen bij? Nou, dat team is voor het huidige seizoen is dat compleet. Maar voor volgend seizoen stopt de helft van het team. Dus dan hebben we een grote uitdaging voor de boeg. Oké, okay, en wat houdt dat die functie in als je deelneemt aan het team wedstrijdsecretariaat? Ja, nou ja, wedstrijdsecretaris regelt, faciliteert eigenlijk alles rondom een wedstrijd. Regelt oefenwedstrijden voor de teams, zodat de trainers het zelf niet hoeven te doen. Maar ook het verplaatsen van wedstrijden. Stel dat er een keer een zaterdag is dat het niet uitkomt voor een elftal om te spelen. Of dat er een tegenstander is die niet kan spelen, dan is eigenlijk de wedstrijdsecretaris de aanspreekpunt. Eigenlijk doe je een oproep voor mensen voor het volgend seizoen, Martijn. Jazeker. Nou, je hebt nu het podium, dus ik zou zeggen brandlos. Oh shit. Je moet even goed. Brandlos en de kamer. Je kunt gewoon knippen en zo, ja, toch? Ja, zeker. Ik zit even na te denken. Dat vind ik altijd lastig, man. Kijk, ik vind het allemaal wel best, maar ik moet er iets leuks van maken. En wat voor soort mensen heb jij nodig? Ja. Nou, we zoeken gewoon mensen die ervan houden om iets te doen voor de club. Die willen zorgen dat ieder elftal elke zaterdag een oefenwedstrijd kan spelen. Ja, en dat de trainers zich kunnen focussen op het team en op hun spel en niet zelf dingen hoeven te regelen. Moet je verstand van voetbal hebben? Je hoeft totaal geen verstand van voetbal te hebben. Dat niet. Je moet alleen goed kunnen communiceren. Nou, dat is soms al best wel lastig. Ja, dat is soms zeker lastig. Nee, ik krijg soms de raarste verzoeken. Hè. Zijn het van verenigingen die op bepaalde dingen willen, andere verenigingen zeg maar, die willen verplaatsen. Ja, dat past ook niet altijd in het plaatje. Ja, toch ben je altijd op zoek naar middenweg, voordat het voor beide uiteindelijk... Je hoort wel, mensen zijn allemaal druk, druk, druk. Hoeveel tijd ben je er ongeveer mee bezig? Ja, dat verschilt heel erg. Op KNVB plant natuurlijk gewoon een heel competitieprogramma in. Dus als dat eenmaal loopt, dan is het... Kost het minder tijd dan bijvoorbeeld in de vakantie, dat er een vrij programma is en wel teams oefenwedstrijden willen spelen. Dan ben je aan het contacten met andere verenigingen van, hey, kunnen we oefenwedstrijden spelen en dat soort dingen. Maar ja, de ene week ben je er misschien 4 uur mee bezig, de andere week maar een uurtje. Alles kan in principe vanuit huis tegenwoordig. Dus tegenwoordig gebeurt heel veel via de mail of via de WhatsApp, zeg maar. Dus. En waar kunnen de mensen zich aanmelden? Dat is wel goed. Aanmelden bij jou, ja, want je wilt die mensen voor het nieuwe seizoen hebben natuurlijk. Dan moet ik nu een goed antwoord zeggen. Ik zit even te denken wat handig is. Even kijken wat nou handig is daarvoor. Ik kan wel wedstrijdzaken zeggen, maar dan... Misschien via de site of via de wedstrijd... Dat moet het nog even upgedate allemaal worden. Ja, maar dan zet je dat onderin in beeld dat het langs komt lopen of zo, weet je wel. Nou, dan kunnen mensen zich daar aanmelden en dan... Via de vacaturebank kan. Nou, hoop ik dat het allemaal snel wordt opgevuld voor je. Ja. Bedankt. Ja, graag gedaan.